Sam Hagens, die zegt dat het een verspreking is van de groengoeroe. Bijgenaamd Frans Timmermans. Ja, want hij had al gezegd, we zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. Maar hij had moeten zeggen, we zullen niet nalaten. Nou, oké. Okay. Nou goed, laten we ervan uitgaan dat, want het is nou een beetje een rel tussen de groengoeroe en Wilders. Laten we ervan uitgaan dat het een verspreking is. Maar dan nog, vrienden. Ja, als je de hele toespraak bekijkt en hoort daar. Op het congres van de GroenLinks en Partij van de Arbeid. Er zit de hele zaal vol. Zit daar vol met doodneuzen. En die klappen hun handjes blauw voor de groengoeroe. Omdat hij Wilders aanpakt. Alleen maar... Ja, alleen maar zwart maken en beledigen en doen. En bijna de helft van zijn toespraak. Het lijkt wel alsof die Timmermans een soort Wildersfobie heeft. Ja, bijvoorbeeld een zin die hij dan zegt is van... als Wilders aan de macht komt, ja, dan spelen we Russische roulette met onze veiligheid. Ja. Houd toch op, man. Houd toch op. En hij wil zich zo graag afficheren, weet je al, Timmermans, als de verbinder. Hè? Ja, nee, we moeten toch goed met elkaar. Hij doet alleen maar de hele boel opzetten tegen Wilders. Hij speelt alleen maar de mensen uit elkaar. Dat is het enige wat hij doet. Jongen, wat een vertoning zeg. En dan, als je goed luistert naar zo'n toespraak, geen enkele zelfreflectie, niks over, ja, maar wij hebben ook binnen onze partij een zelletje mafkezen en die gaan allemaal op snelwegen zitten en van die klimaatkneuzen, nee, niks over dat soort dingen. Ja, wel, we moeten ons zorgen maken en ook zorgen maken over Wilders, alleen maar bang maken. Dat is dan alles. Het enige waar die Timmermans mee kan komen. Het is zo'n slechte verliezer. Het is ook de wanhoopstaal van een loser die je hoort in zo'n toespraak. En niet één keer. En daar gaat het dus om. Hè. Dat is eigenlijk het enige punt van belang. Niet één keer in die hele toespraak is het woord immigratie gevallen. Nul. Helemaal niet. En dat wil zeggen dat die Timmermans, die snapt het nog steeds niet. Hij heeft het niet. Nee, hij heeft het niet door. De hele verkiezingen gingen over immigratie. Nu is er net weer een peiling geweest. 3/4 van alle kiezers willen dat er iets verandert aan het asielbeleid. Die willen dat het stopt met kom maar binnen met je knecht. Maar niet... Bij al die deugdneuzen. En GroenLinks Partij van de Arbeid. Nou, kom maar binnen met je knecht. Dat is wel integratie. De integratie gaat zelfs heel erg goed. Ja, nou, net te gek. Ja, nou, en dan denken ze ook nog dat ze op 6 juni gaan scoren. Ja, met de Europese verkiezingen. Dan gaat PVV weer winnen. Ik zou zeggen, Timmermans, slaap lekker verder.